Is het omdat ze zoveel licht doorlaten? Of omdat ze in twee richtingen open gaan? Of omdat ze zo modern ogen? Of omdat ze zo gemakkelijk te installeren zijn? Wie zal het zeggen? Maar glazen deuren hebben een aantal troeven en zijn dus erg in trek. En je kan ze zoals hier in een deurkader plaatsen, of je kan ze ook zonder kader installeren tussen uitgepleisterde muren. Zorg ervoor dat je kader of je uitgewerkte muren 1 centimeter hoger en breder zijn dan het deurblad. Bereid de deur eerst voor. Zowel voor de scharnieren als voor de handgreep zijn de nodige uitsparingen in het glas gemaakt. Binnen die uitsparing hebben de scharnieren wel nog een beetje speling. Let er dus op dat de beide scharnieren recht en op dezelfde afstand van de rand gemonteerd worden. Ook de handgreep wordt eenvoudig weggemonteerd door schroeven met een inbussensleutel aan te spannen. Plaats de deur dan op blokjes van een halve centimeter dik in de opening. Je moet dan enkel nog de scharnieren waterpas onder elkaar tegen de wand vastschroeven. Een laserlijn is daarvoor handig, maar je kan dit natuurlijk ook op voorhand met behulp van een waterpas aftekenen. Draai in elke scharnier eerst 2 schroeven in en test de deur eens. Zit ze goed, dan pas draai je ook de andere schroeven in. Binnen een hoek van 25 graden zullen de scharnieren de deur automatisch sluiten. Verder geopend blijft deze deur staan in de stand waarin je ze zet. Uiteraard kan je deze glazen deuren in tal van standaardmaten krijgen. En als het nodig is, ook op maat laten maken. Daarbij heb je ook nog de keuze in gezandstraalde motieven, zodat je echt wel een deur naar jouw smaak kan vinden. Dus als men je ooit nog vertelt dat glazen deuren heel erg duur zijn en dat je ze niet zelf kan installeren, dan zou je nu wel beter moeten weten.